het doel is nu echt vooral Parijs 2024, om daar aan deel te nemen. Gewoon met de zwemdiploma's begonnen. Toen vond ik het best wel interessant zwemmen, dus toen zijn we gewoon naar zo'n heel klein clubje gaan kijken. Mijn eerste clubje was gewoon in Hoge Heide en nu zit ik dus hier in Eindhoven. De 100 meter binnenslag. Mijn tijd daarop is ongeveer rond de minuut. Het Nederlands jeugdrecord staat ook op mijn naam. Dat is echt heel gaaf, want hun zijn natuurlijk nu de toppers en dan ga je daar tegen racen en ja, dan ga je echt een beetje vergelijken van ah, zo goed ben ik al of daar, dat zijn dingetjes waar ik dan nog wat meer kan op trainen en zo. Ik train ongeveer 5 dagen per week en dan zijn het 8 zwemtrainingen. 3 krachttrainingen. Ik ga eigenlijk gelijk na een zwemtraining door naar school. En dan ga ik weer een zwemtraining doen. En dan ga ik gewoon weer terug, ga ik eten en dan ga ik slapen. En dan begin ik de volgende dag alweer. Je allereerste Olympische Spelen, dus medailles, ja, dat weten we niet. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn. Gewoon echt het doel om sowieso deel te nemen en dan... ja, proberen finales te halen en gewoon de beste prestatie te leveren die ik tot nu toe heb geleverd. En dan kijk je wel waar je eindigt.